Ja, Wouter, thuis, zware 0-5 nederlaag tegen Standaard. Hoe kijk je zelf terug op deze wedstrijd? Ik denk dat we een lesje in efficiëntie hebben gehad. Een beetje overdreven scoren. Ik denk niet dat zij meer dan 5 kansen gehad hebben, maar ze maken ze wel alle 5. Ik moet zeggen, de eerste goal is blijkbaar duidelijk afzijd. Dus als die goal niet valt, kunnen we misschien de rust ingaan met 0-0. Wordt het misschien toch een andere wedstrijd. Maar ja, Standaard heeft verdiend gewonnen vandaag. En als je dan bij 0-2 achterstand ook een strafschop mist, weet je dat het heel moeilijk wordt. Ja, klopt. Het was een kans voor ons om terug in de wedstrijd te komen. Ik vind dat de scheidsrechter ook een tweede geel moet geven aan Van Damme. Dat, als dat gebeurt en we maken die penalty, ja, dan wil ik het nog wel eens zien. Maar jammer genoeg was het niet zo. Het was natuurlijk ook niet, die situatie was ook niet de enige situatie waar er misschien nog wel een tweede gele kaart had moeten vallen. Klopt, zij speelden op het randje. Ik meen de eerste tackle die zij doen, de eerste helft al, kon even goed rood zijn. Maar ja, we weten als kleine ploeg heb je vaak dan, ik zal niet zeggen de scheidsrechter tegen, maar die geeft niet zo gemakkelijk een rode kaart of een tweede gele kaart aan een topclub. Standaard was al leider voor het aanvang van deze wedstrijd en dat zijn ze nu nog altijd. 0-5, dat is natuurlijk een grote score, maar in principe is het geen schande dat je verliest van Standaard. Nee, dat is geen schande, maar ik heb wel een slecht gevoel bij de score. Ik zeg het, dat is overdreven, 0-2 of zelfs 0-3 had ook kunnen. Ik bedoel, misschien hadden we op het einde, we wisten toch dat de wedstrijd verloren was. We hadden misschien toch gewoon meer gesloten moeten houden in plaats van echt nog op zoek te gaan naar die eerredder. Maar ja, oké. Het zijn 3 punten, of nu met 0-2 of 0-5 verlies, dat blijft hetzelfde. Was voor het overige efficiëntie het enige verschil tussen Lierse en Standaard vandaag? Nee, zeker niet. Ze hebben natuurlijk heel veel aanvallende kwaliteiten. Heel veel fysiek, heel veel snelheid in hun ploeg. Dat hebben ze goed uitgespeeld. Dus op dat vlak lagen wij wel wat onder in de duels. Hadden zij toch de bovenhand. Dus ik denk dat dat toch vooral het verschil heeft gemaakt vandaag. Het programma voor deze week is zwaar. Woensdag de bekerwedstrijd in Oostende. Misschien ergens... Ja, je hebt natuurlijk die bekerwedstrijd en dan zaterdag weer een thuiswedstrijd. Maar langs de andere kant kan je je dan meteen concentreren op iets helemaal anders. Ja, klopt. Anders heb je een hele week voor die nederlaag te verwerken. Nu moeten we snel die knop omschakelen en woensdag wacht ons de beker in Oostende. Dus een mooie kans, denk ik, voor ons. We willen wel ver in de beker geraken, dus we gaan er alles aan doen om door te stoten. Bedankt en succes.